U bent weer rechtstreeks verbonden met de Olympic Oval, waar ja, de geweldige successen van Yvonne natuurlijk ook gevierd worden. U mag best weten, ik heb al heel wat successen en ook veel verdriet meegemaakt, maar de rillingen liepen mij toch echt over de rug in deze dweilpauze. Het was een emotioneel moment, een fantastisch moment en we zullen er nog lang en heel lang van kunnen nagenieten. Maar goed, ook die andere rijders die nu in de laatste 7 paren in actie komen, verdienen even onze aandacht. En we gaan zo meteen de strijd op de 1500 meter hervatten met Anja Mischke, de West-Berlijnse, daar links in uw beeld, en de Noord-Koreaanse Chun Ok Han. Maar we weten natuurlijk dat in dat laatste 14-tal geen rijsters schuilen die de verdeling van de medailles zoals die op dit moment staat nog kunnen verstoren. Dan moet er wel een echt schaatswondertje gebeuren. En dat zit er gewoon niet in. Chun Han was 23e op de 1000 meter. Mischke liet die 1000 meter voor wat het was. Die gaat alleen maar voor de langere afstanden in actie komen hier. En het is ja, de enige West-Duitse na Monika Holzer die een beetje de internationale top weet te halen. Ze is toch verder gekomen in haar nog vrij korte schaatscarrière dan de voorgangster die we hebben gekend uit West-Duitsland. Het is ook de enige die straks ja, het vaandel zal moeten blijven dragen namens West-Duitsland. Want echt veel verdetten, echt veel topschaatsers, helemaal niks eigenlijk, heeft dat land voortgebracht de laatste jaren. Mischke met Han, weggeschoten door de West-Duitse starter Peck. Ze is houdster van het nationale West-Duitse record met 2.06.59. Dat is een mooie tijd. Maar zit er niet meer in, want hier is de eindtijd. 2.08.52. Deze winter weg geweest uit het trainingscircuit vanwege een Achillespeesblessure. En dan is het natuurlijk moeilijk om terug te kunnen.